kracht van de gemeente is dat ze alles hebben. We hebben het provinciaal natuurgebied de Maashorst. We hebben de museumboerderij. Je kunt hier fietsen, je kunt hier wandelen. Ja, wat hebben we niet? Met die nieuwe snelweg die er is gekomen, kan eigenlijk niet beter. Wij zijn zo in Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven. Alle kanten vliegen we op. Wij Brabanders zijn van harde werkers, dus niet veel klets, maar werken. Wij zien dat zeker op zijn Brabants makkelijk zijn, handig zijn. En dan vind ik het persoonlijk prettiger om in een kleinere gemeente te opereren waar je elkaar nog kent. Nou, de voordelen van ondernemen in Bern is dat je toch ook een luisterend oor vindt van het ambtenarenkorps. Nou, de meeste dingen die ik hier heb willen realiseren, heb ik voor elkaar kunnen krijgen. Nou, ik vind dat wij heel fijn wonen, want wij wonen en vlak bij de school, vlak bij de voorzieningen. Veilig, ik vind het hier heel veilig, want de kinderen fietsen altijd hier rondjes en zo, het spelen in de speeltuin. Het is wel echt iets Brabants, de gezelligheid, de gemoedelijkheid, iets voor elkaar willen betekenen in een gemeenschap. Als er bij het voetbal bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd is, dan zie je toch dat mensen dat toch belangstelling hebben voor, ook voor andere verenigingen. Dat vind ik gewoon heel geweldig. Het kan allemaal in Bernezen.